Breda is sinds kort een fraai ontmoetingscentrum Rijker. Voor een bedrag van 7,5 miljoen gulden is hier een modern congres- en tentoonstellingsgebouw opgetrokken dat tegemoet zal komen aan het tekort aan accommodatie op dit gebied in West-Brabant. Het centrum heet het Turfschip, een naam die historisch nauw met Breda verbonden is. Voor tentoonstellingen staan enkele grote hallen ter beschikking. In het congresgebouw zelf is rekening gehouden met het feit dat hier tal van evenementen moeten kunnen plaatsvinden, zoals conferenties, muziek- en toneeluitvoeringen en feestavonden. Voor kleinere vergaderingen zijn op de bovenverdieping aangepaste ruimten beschikbaar. Centraal in het complex ligt de fraaie congreszaal die tevens als concertzaal dienst zal doen. Er is plaats voor 750 bezoekers die bij congressen gebruik kunnen maken van simultaan vertaalinstallaties in 4 tolkenkamers. Voor de officiële opening waren de burgemeester van Rotterdam en een Antwerpse wethouder elkaar halverwege tegemoet gekomen. Het door hen meegebrachte Maas- en Scheldewater veranderde voor de feestelijke gelegenheid in champagne, waarmee een toast werd uitgebracht op het nieuwe Turfschip, dat als cultureel centrum ongetwijfeld veel bezoekers zal trekken. Uitgezonderd de bewoners van de nabijgelegen koepel.